Ivo Christoph uit Franeker is volledig idolaat van de E28 BMW 5-serie. Hij bezat al eens een prachtexemplaar met bijna alle fabrieksopties en runt een bedrijf dat gespecialiseerd is in de E28, maar toch bleef het kriebelen. Ivo moest en zou een echt unieke 5-serie. Uiteindelijk heb ik eentje gevonden en die ben ik toen verder gaan aankleden. Toen heb ik gezegd van oké, dit is de basis. Die zat namelijk al heel dik in zijn opties. Die had al elektrisch verstelbaar en interieur in leer en verwarmd. Die had een glasdak, nou, noem het maar op. Eigenlijk alle basisopties, airco, cruise control, elektrisch ramen, de hele mikmak zat erop. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik dat niet meer te zoeken. Dan is dit degene die ik verder ga aankleden. En die auto die heb ik, ik denk zo'n 10 jaar inmiddels. En die wilde ik verder gaan, ik wil hem opkietelen. Ik wilde een beetje compromis tussen een dikke motor, veel pk's, maar hij moest wel een beetje zuinig blijven. En heel lang ben ik bezig geweest om een 525 TDS motor in te bouwen. Alleen ja, die techniek was eigenlijk al een beetje verouderd. En toen kwamen er, aan de ene kant kwamen er hele zuinige viercilindertjes met 160 pk. En aan de andere kant was er bij BMW ook een hele dikke 4 liter V8 beschikbaar. In diesel. En ja, toen werd het een beetje van ja, wat ga ik nou doen? En toen ben ik een keer met een kameraad, we hadden een etentje. Ik zei, wat moet ik nou? Wat zal ik nou doen? Hij zei, joh, hij zei, die viercilinder moet je uit je hoofd zetten. Hij zei, je moet gewoon dik, dikker, dikst. Gewoon een V8, vier kleppen per cilinder, 4 liter, 2 turbo's. Dat moet je erin bouwen, dan heb je echt wat. Aan de voorkant is eigenlijk alles een beetje aangepast, want mensen zeiden ook van ja, je gaat er een motor in bouwen die er niet in past. Nou ja, dat was natuurlijk de uitdaging. Dus uiteindelijk met heel veel aanpassen aan chassisbalken tot het legale. Want je mag tot op zekere hoogte dingen aanpassen. Nou, we liepen op een gegeven moment tegen iets aan. Een luchtbuis die, want je hebt natuurlijk, het is een V8, dus hij heeft 2 luchtinlaten. En aan de ene kant was het geen probleem. Maar aan de andere kant hadden we geen ruimte meer voor die luchtbuis. Ik zei, als we niet eromheen kunnen, gaan we toch door die chassisbalk. Dus we hebben aan de ene kant een gat erin en de buis loopt door de balk. Die komt aan de andere kant er weer uit. En zo voedt hij de turbo aan die kant. Nou, en dat gaat prima. Maar dingen als uitlaat aan de bestuurderskant, want ja, E28 is nooit met de V8 gebouwd. En nou deelt hij wel heel veel basisdingen met de E34, maar daar toch kon ik van dat V8 verhaal niet dingen gaan gebruiken. Dus dat was, ik geloof dat we daar 3 dagen handwerk mee hebben gehad om die uitlaat helemaal om het stuurhuis heen te krijgen. Automaatbak, dat was ook nog een groot probleem, want letterlijk groot, want de bak is eigenlijk groter dan de hele motor. Hij is sowieso langer en hij is zo enorm, bij het belhuis is hij zo enorm dik, dat werd wat problematisch. En ik wilde eigenlijk niet te veel gaan hakken en zagen in de tunnel, maar dat ontkwamen we niet aan. Dus een klein stuk uit de tunnel is er eerst uitgehaald, is iets veranderd en weer teruggeplaatst. En de rest van de tunnel waar die bak helemaal in loopt, dat is met een hydraulische pers heel netjes uitgeperst, tenminste groter gemaakt, zodat we daar niet hoefden te veranderen. Alleen de beperking was op een gegeven moment bij de voorstoelen. Dus de tunnel staat eigenlijk strak met de voorstoelen mee. En anders paste de bak niet. Maar het is gelukt. Ja. En het ziet er allemaal heel netjes en origineel uit. Ja, acceleratiecijfers is heel lastig. Ik had altijd problemen op nat natuurlijk om weg te komen. En op droog lukte dat ook niet helemaal goed. Maar als hij helemaal van zijn plek komt, dan is hij goed snel. Topsnelheid, hij houdt bij 265 km/u op de teller houdt hij op. Het gaat overigens wel prima in zo'n auto. Hè. Je hebt wel wat windgeruis, maar door al het gewicht wat hij heeft, ligt hij toch als een blok op de weg. Qua pk's heeft hij origineel 245 pk. En ik heb hem laten chiptunen. Hij heeft nu 290 pk en 630 Nm. Dus dat. Het rijdt als een soort elastiekje wat je de hele tijd afvuurt als je gas geeft. En, ik heb wel leuke wedstrijdjes gehad met auto's op de snelweg. Dan op een gegeven moment willen ze toch sneller dan jij. Maar de topsnelheid dan moeten ze elke keer afleggen. Want het gaat meestal redelijk gelijk op. Tot bij een moderne snelle auto de begrenzer erin gaat. En dan kan ik nog één keer zwaaien. En dan ga ik langzaam door en dan krijg ik meestal wel een duimpje omhoog.